Dit is een vraag die veelvuldig voorkomt bij heel veel moslims, vooral moslims in het Westen, omdat zij namelijk te maken hebben met het conflict tussen het gebed en het werk. En de vraag die veel moslims zichzelf dan stellen is, waar moet ik voor gaan? Ga ik voor mijn gebed en laat ik dan mijn werk of moet ik gaan voor werk? Vooral als je natuurlijk goed verdient, dan is dat meestal een, een moeilijke beslissing om te maken voor heel veel mensen. En eigenlijk de belangrijkste vraag die je zelf zou moeten stellen als moslim zijnde is, wat is mijn doel? Wat is mijn levensdoel? want Allah subhanahu wa taala die zegt namelijk in de Koran. En op het moment dat een moslim dat beseft en dat dit de focus is in zijn leven, dan zullen alle beslissingen die hij moet maken in zijn verdere leven makkelijk zijn. Want elke beslissing die hij maakt, het antwoord op die beslissing die moet aansluiten op dat ene doel. Misschien zal iemand dan vragen van ja dat klopt wel, maar als ik dat doe, dan zal ik nooit succesvol zijn in het leven. Want als ik telkens mijn werk en mijn studie en andere zaken moet laten vallen voor islam hier in het westen, dan zul je niet succesvol zijn. En ook daar weer zou je jezelf de vraag moeten stellen, wat is jouw definitie van succes? Want ook de definitie van succes die heeft Allah subhanahu wa ta'ala gegeven in de Koran. Hij zegt namelijk... De gelovigen die zijn succesvol, degenen die, die in hun gebed nederig zijn. Nou, dat betekent dus dat het gebed onderdeel is van succes. En succes valt niet te behalen zonder het gebed. Dus op het moment dat een moslim dit weet, dan zou dit eigenlijk een non-vraag moeten zijn. En dan zou de beslissing heel simpel moeten zijn. Je gaat altijd voor het gebed. Want aan het eind van de dag leven wij ons leven voor het echte leven. En dat is het hiernamaals. Het eeuwige leven. En op het moment dat wij die overgang maken van dit leven naar het eeuwige leven, dan zal ons niet de vraag worden gesteld hoeveel euro jij verdiende, jij verdiende per maand. Ons zal niet de vraag worden gesteld wat voor werk jij verrichtte. De eerste vraag die jou wordt gesteld nadat wordt vastgesteld dat jij een moslim bent is: hoe was jouw gebed? Als jouw gebed, jouw vijf dagelijkse gebeden, als die goed zijn, dan zal de rest van jouw daden ook zo worden beoordeeld. En als jouw gebed slecht is, dan zullen de rest van jouw daden ook zo worden beoordeeld. Dus het maakt niet uit voor wat voor keuze je staat, kies altijd voor het gebed.